16 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is de straf die de rechter heeft opgelegd aan de bandenprikker van het Westland. Ook mag Quinten S. 3 jaar lang niet in het Westland komen. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie, al is Quinten S. ook voor een deel vrijgesproken. Dit zijn de enige beelden van Quinten S. in actie. Maandenlang lukt het hem keer op keer ongezien steeds tientallen banden lek te prikken. Door zo te handelen heeft de verdachte niet alleen veel mensen in het Westland gedupeerd, maar onder hen ook grote verontwaardiging en gevoelens van onrust veroorzaakt. De rechtbank rekent het de verdachte aan dat hij er blijk van heeft gegeven geen enkel respect te hebben voor de eigendommen van anderen. Het aantal lekgestoken banden is enorm, bijna 300, aldus het Openbaar Ministerie. Iets meer dan 200, zegt de rechtbank dinsdag. Want van 5 reeksen valt niet te bewijzen dat Quinten S. de dader is. De rechter mist forensisch bewijs. Waar bij latere gevallen steeds stukken band zijn meegenomen, is dat de eerste keren niet gebeurd. Dat klopt, want die banden zijn op dat moment niet door ons in beslag genomen. Want op dat moment was ook nog niet duidelijk dat we te maken hadden met een serie bandenlekprikker. Later zijn uiteraard alle banden wel in beslag genomen. En dat niet alle zaken bewezen worden geacht door de rechtbank, dat is vooral vervelend voor de Westlanders die in die zaken gedupeerd zijn. Zij kunnen fluiten naar hun centen. Ze kunnen hooguit proberen zelf nog een civiele procedure op te starten. Maar in dit proces hebben zich 130 mensen gemeld met een schadeclaim. Maar die worden lang niet allemaal door de rechtbank toegewezen. De rechtbank vindt dat in ieder geval van 80 gedupeerden de schade vergoed moet worden. Dat loopt echt in de duizenden euro's. Ja, voor waarvoor hij is vrijgesproken, ja, zit er nu niks anders op dat die slachtoffers zelf naar de rechter stappen als ze vinden dat deze verdachte hen iets verschuldigd is. De rechter noemt het zorgelijk dat Quinten S. nooit heeft verteld waarom hij de banden heeft lekgestoken. De rechter weet dus ook niet of hij wel inziet dat hij iets strafbaars heeft gedaan. Om te voorkomen dat hij opnieuw in de fout gaat, is er een gebiedsverbod opgelegd. En dat betekent dat hij in ieder geval de eerstkomende 3 jaar zich niet meer in de gemeente Westland mag begeven. En dat hij daarnaast ook verplicht behandeld wordt voor zijn stoornis.